In de meest recente ontmoeting tegen Vitesse debuteerde Florian Jozefsoon en Roli Bonaventia. Opnieuw een teken dat de eigen jeugd zich ook dit seizoen in ruime mate aandient. We hebben in de voorbereiding al gespeeld. We hebben wedstrijden gehad dat we 100% eigen jongens hadden. Ja, dat is nergens ter wereld. Ik denk dat, je ziet misschien Barcelona, maar ja, je ziet toch, die hebben ook geloof ik 350 miljoen schuld. Ja, als die er één nodig hebben, dan kopen ze er één voor 40 miljoen. Ja, dat kunnen wij niet. En als je dan toch ziet dat we in die top van Nederlandse voetbal door kunnen gaan en dat zo'n Bonaventia mee kan doen. We hebben natuurlijk al jongens vorig jaar zoals een Toby door laten breken. Jozefsoon, omdat we toch die echte vleugelspits nog niet hebben, hoop ik toch dat die ontwikkeling kan maken. Zodat ik net als met Rommedaal ook weer de keuze heb om met vleugels te spelen. Twee tegentreffers dus voor Ajax in de eerste drie kwartier vorig seizoen, in het hele seizoen in Amsterdam. Terwijl dit geen buitenspel is voor de invaller. En daar de goal al is, jawel! Siem de Jong, maar ik denk een eigen inzet van Frank van der Struik. Ja, dan denk ik dat iedereen kan zeggen dat wij met Ajax, kan je zeggen het is noodzaak. Maar aan de andere kant, ja, het gas is natuurlijk niet groener elders. Bij hier, dit is eigenlijk voor die jongens de club waar je zijn moet. En dat willen we ook laten zien. En die hebben we ook laten zien, die stap is niet meer groot. Als je bij ons in de beide beloften zit, dan zit je bij ons. Zitten we bij elkaar. En ik heb ook die jongens wijs gemaakt. En misschien is het niet zo zwart-wit als ik het stel, maar als je gewoon ongelooflijk veel inzet hebt met de kwaliteiten die ze hebben van jongs af aan, ja, dan is het een klein stapje, maar je moet het wel even doen. En daarom was ik blij dat die Jozefsoon binnen één minuut, dat hij geloof ik al die voorzetten voor het belangrijke doelpunt wat we maakten. En dan geeft zo'n jongen ook weer zelfvertrouwen en er zit er dan nog wel een stel. Want als ik Ebicilio zie, Rodney Snijder, Boertje, Van Wesley, als ik op middenveld zie, jonge gasten achterin, spelers die net zijn gekomen. Boylissen, die gewoon een speler van het toernooi wordt, met het kopen toernooi. Ja, dan denk ik dat de toekomst voor Ajax er goed uitziet. We kijken naar onze eigen jeugd en die is goed. Dat blijkt ook, want ja, anders hebben we er niet wekelijks 8-9 in de basis spelen. Af en toe zien we jou met een van die jongens praten op de training, met Bonaventia, met Jozefsoon. Waar heb je het dan over? Nou, het is altijd handig als je die jongens mee laat trainen. Bonaventia zit gewoon in de A-selectie, dus dat is helemaal handig natuurlijk, want die zit bij me. Maar er zijn ook wel eens jongens die ik mee laat trainen en dan zie je precies wat er nog aangescherpt moet worden, wat ze nog moeten leren. En dat is geen kwaliteit aanleren, nee, dat is gewoon zorgen dat die spelers die specifieke kwaliteiten die ze hebben laten zien en dat ze allround zijn. En ik moet zeggen, ja, iedereen die komt kijken, ook van buitenaf, ja, het is een lust voor het oog.